Die Mortowers en Moscovici hebben het trouwens heel goed gedaan. Want die hebben een betere kuur gereden dan Duhamel Radford. De derde kuur tot nu toe. Duhamel Radford de vierde. Maar in totaal dus blijven Duhamel Radford hun voor. Want de voorsprong na de korte kuur was genoeg. Blijft het podium zoals het nu is. De Duitsers op 1, de Russen op 2 en de Canadezen op 3. Of weten deze jonge Chinezen nog goed in het eten te gooien? Zij neemt haar tijd en hij lijkt te denken. Waar blijf je? Waar blijf je? Vierde naar de korte kuur. Sui en Han. Viervoudige twist ook voor hen. Solosprong. Drievoudige toloop. En daar bleef ze haperen na de landing. En die tweede sprong die gaat niet meer tellen. Eenvoudige Solosov, zij valt, hij dubbel. Geworpen, drievoudige flip en een step-out stapelen, nu wel fout op fout. Geworpen, drievoudige Solosov.
Tsui en Han niet met hun beste kuur uit hun carrière, dat is zeker. Maar goed, ze zijn nog vrij jong en zullen de komende jaren hard aan de weg timmeren om richting het podium te gaan. Ja, dat had hier eigenlijk al gekund, want ze hadden een uitstekende uitgangspositie met het ingaan van deze vrije kuur. Maar ik denk vandaag iets te veel foutjes. Wel leuk, dat thema op Russische muziek, daar hadden ze natuurlijk speciaal voor Sochi gedaan. En daar waren ze niet. Precies, en daar waren ze niet. Dus hebben ze het hier gewoon dunnetjes over gedaan. Mooie kostuums in Russische klederdracht gestoken als het ware. Betekent waarschijnlijk goed nieuws voor Duhamel en Redford. Die zullen dit paar wel voor blijven. Kijk, die technische score blijft ook al hangen op 58. Hier die viervoudige twistlift. Die is redelijk opgevangen. Even in de slow motion kijken naar de catch. Nou, gaat een klein beetje over de schouder heen. Misschien een min 1 of een 0. Basiswaarde of net iets daaronder. Drievoudige tolop. Kijk, daar haperen ze bij de landing. Eigenlijk een step-out. En dan gaat die tweede sprong niet tellen. Dus daar ook wat punten kwijtgeraakt. Punten ook behoorlijk kwijtgeraakt in die tweede solosprong. Ja, klopt. Want zij deed hem drievoudig met een val en hij deed hem dubbel. Dus dan telt de dubbel Salsov. En de val. En de val en de min 3 van de jury. Dus daar krijgen ze niet veel punten voor. Ook daar ongeveer 5 punten verloren. Ja, dan personal best staat op, eens even kijken, 137 punten. Nou, dat is wat Moore Towers en Moscovici ongeveer hebben geschaatst. Maar er gaat behoorlijk wat af. Ja, ze worden zesde zelfs. Rijden de negende kuur. En zakken van de vierde naar de zesde plaats overall. Maar goed, ze zijn nog jong. En vorig jaar waren ze twaalfde, dus het is een hele grote stap vooruit.